boy. Who's us? Het is een brand new adventure, nou, alle fucking ellende die is gebeurd, of niet? We gaan iedereen zien na de 2 jaar van de training die ze hebben gehad. Hoezo, in wat vorm? Wacht, wat? Was. That's fucking sad. Zo, Jess. Was je nog in de stad geweest? Dat is best wel fucking druk. Oh, jij kreeg fucking dood. We zijn niet eens begonnen. Wel, vorige week was like, best wel chill, zo te houden. Is like, ja, een beetje stage, een beetje werk, maar gelukkig nog wat vrije dagen. Deze week was fucking good. Deze week was good. Ik help me. Ja. Ik denk dat ik maar gewoon een Naruto film ga worden, waarom niet? Ik heb de set. En je bent er fucking trots op. I did it and I'm fucking proud of it. Poor boy. What am I ever going to do? I guess. Is dat serieus zo erg? Why the Leaf Village, though? That's awfully specific. Ja, goed punt. Daarom gaan we altijd naar, wat is het, Kakurichi Town? Wat wel. Het is vast niemand bijzonders. Niks bijzonders. Luffy, solo solo. Ah, ima iku. Are kara mou 2 nen ka. Ik ken helemaal dat like, Rayleigh juist gaat zeggen van, hey, het is tijd om weg te gaan en zo. Bo Hancock. Ja, Bo Hancock was... In dit gedeelte was Bo Hancock gewoon hier om de van te rijden. She drives the van. Zo letterlijk doet dat. Man, dat was een fucking like... Wat noem je dat ook weer? Een reclame line right there. Dus ik let elk fucking reclame gebruik dat ook. 一方、麦わらの一味は沈黙を守り続けた。
頂上戦争の後、頂上戦争の後、ルフィは最終決を仲間に伝えた。ルフィはレイリーのもとで覇気の修行に励み、その間他の仲間たちもまたそれぞれに大きな成長を遂げ、そして2年を経た今、麦わらの一味は約束の地シャボンディ諸島で再会の時を迎えようとしていた。 De hele idee van waarom het zo is geworden voor de mensen, denk ik. Dus zeg maar, het midden van de eiland was waar zo'n beetje een gevecht was gebeurd. Hè? Dus daar is dus ook die grote beer zo'n beetje. En je kan zo'n beetje raden welke kant van welke persoon zo'n beetje was. They stood their grounds like motherfuckers. Motherfucking fuck nuggets. Wat gebeurde er? Ik heb geen idee, maar fucking op deze dag van weet je wat, ik ga gewoon, ik besta niet meer. En verstaat je niet meer? Wel, I guess we kunnen. Nee. Wat er is gebeurd is, ik klikte op spatie om de video te laten afspelen, maar voor een van de ging Destiny op pauze in plaats van dat de video afspeelde op een computer. Oké, ik ga eens praten voor like, de eerste helft van dit. Ja? Zei ik ook weer? Wel, we hadden het. We hadden het dus over iets met jouw dagen en zo. Dat je vond je niet zo goed en ik had al mijn fucking dagen worden al in de drukker. Ja, Jesse, ja, ik klonk als een gestoord persoon. Ja, je praat tegen jezelf voor een tijdje nu. En ik zat te praten over hoe Aokiji en dus. Akainu, waar het aan het vechten waren. Want Sengoku heeft zijn positie als vliegadmiraal aan Aokiji gegeven bij Akainu. Was het niet mee eens? We waren vrienden voor een tijdje, maar mijn vriendschap is nu beëindigd. Kizaru is nu mijn beste vriend, ik hak je benen erop, motherfucker. Okay. Het gevecht duurde 10 dagen lang. En op een gegeven moment zorgt het ervoor dat de eiland van Punkazard in twee is gesplitst. Waar de ene helft met gewoon een ijsgebied is nu. De andere helft is gewoon een vulkaangebied waar alles in de fik staat. Ik kan zo'n beetje merken welke kant like, wel van wie was. Ik kan ook duidelijk merken dat het vulkaangedeelte door Akainu alleen Kizaru is gekomen. Waarom de fuck vallen we Perona aan? Goeie vraag eigenlijk, ik heb geen idee. En zo fucking redden, het is eigenlijk zoals de goeie Erik. Ze was met zorg gekomen ons mee te helpen om weg te komen. Heel wijs. Oh ja, ik vraag uiteindelijk af wat dat zwarte gedeelte is, want Luffy heeft nu Haki. Nou, wat, ik vraag je, nou, er zijn drie versies van Haki natuurlijk. Ten eerste heb je observatie Haki. Nou, om dat goed uit te leggen, ga ik gewoon zo zeggen. Wanneer je observatie Haki hebt, betekent dat je kan merken dat de vijanden hele dikke kont hebben en dat de clapping of the ass cheeks. Je kan daardoor raad wat ze doen. Dat is observation Haki. Nice. En dit komt met. Je hebt ook armen het hakje, als wat Luffy hier gebruikt. Je gebruikt een soort. Je doet een soort schild over je heen. Waardoor je aanvallen veel sterker worden en je huid verhardt en zo. Je kan ook andere dingen verharden dichtbij je buurt. Is armored hakje ook niet het gedeelte dat zorgt dat je juist like, creatiefs kan raken of is dat iets anders? Yes! Nou nee, je kan met armored hakjes ook een beetje Logia gasten kan raken. En je kan het zo'n beetje op alles doen, niet alleen op je eigen lichaam, maar op je wapens en zo. Een stukje plank kan opeens lijkt net zo hard zijn als staal. Ja. En ook nog harder dan staal eigenlijk. Harder dan staal. Het is zo'n beetje zo hard als diamant eigenlijk. En de hardheid hangt ook vanaf wie het gebruikt, want armored en op space hockey kan verbeterd worden. Ja. En tot slot. Maar dan heb je Conqueror's hockey, dat alleen 1 in een miljoen mensen kunnen dat doen. Luffy heeft het. Wanneer je dus in jouw Zilla ding gaat, dan gaat Luffy Conqueror's Hockey gebruiken waardoor mensen gestunt worden en zo. Random is zo'n beetje waarbij de meeste mensen met zwakke wills like, uitschakelt. Ja. Wanneer komt het Conqueror's Hockey, je kan het niet verbeteren, alleen je kan het wel even verbeteren door je wil te verbeteren. Het is een sterkste wilskracht. Luffy is fucking krachtig, I guess. Dus gast een fucking vergif overleven dat iedereen helpt van dood helpt, maar 2-3% kost om te overleven. Niet alleen overleefde hij het, maar ook. Maar werd ook eerder verbeterd, like, beter dan verwacht. Het zou moeten. Like, ja. Hij krijgt daarna ook nog een antibody. Ja. Luffy kan ook niet meer vergiftigd worden, want door Magellan is hij nou goed. Like, gif doet hem niks meer. Maar waar was dat ook weer geconfirmed, though? Was dat, like. Het was in Fishman Island, hoor. Right. De octopusgast, zwaardman, gebruikt gif tegen Luffy, en Luffy merkte van niks. Chopper heeft het gezien en was van, oh shit, wat heeft dit overleefd? Yeah. Buiten dat, Luffy heeft ook
second en third gebastard. Hij kan ook keer third gebruiken zonder de nadeel van kleiner worden. En keer second levert niet alleen geen stress op, maar hij kan het ook gelijk activeren. Nou, is eigenlijk ook een verschil tussen anime en manga. Nou, voordat ik daarover ga praten, Frank is ook veranderd, zoals je kan zien. Hij heeft nu een robotlichaam. Hij heeft nu een grotere robotlichaam. En die fucking schouders. I know, it's like, en de haar is weg. En de haar is fucking weg. En dus, ik heb een vraag, een belangrijke vraag te stellen. Heeft hij code verstopt in zijn schouders? Sowieso. Hij heeft hem niet alleen in zijn schouders, hij heeft hem ook bij zijn biceps, zijn rug, zijn schouders. Het is zijn schouders. Hij moet eigenlijk een kleine koelkast hebben of zoiets. Maar ja, dus Bartolomeu Kuma heeft ons schip verdedigd. Dat was de laatste missie dat hij zichzelf heeft gegeven voordat hij die robotding werd. Like, volledige memory wipe kreeg van wat was verteld? Hij werd compleet een memory wipe, maar had één request. En dat is dat hij een missie krijgt om de schip te verdedigen van de Straw Hat Pirates tot als ze terugkomen. Ik haat dat de mond bewegen, weet je wel. Ze blijven doorpraten, het is niet alsof het like, gelipsynkt wordt of zoiets. 3 uurtjes, dit hele ding duurt ons 3 uurtjes. Oh man, we zitten nu in de endgame, man, dat is niet te geloven. One Piece Endgame. Komt niet op de bioscoop. Ja, de Paramount War was Infinity War, dus het weer Endgame. Maar aan het einde van het spel wordt Luffy Nick Fury tevoorschijn. En wilt hij ons mee, wilt hij dat we mee gaan doen met de Adventures. Maar er is eigenlijk deze crossover, er zijn best wel veel crossover met One Piece en Avengers. Dus over de Gear Second gedeelte. In de manga, dat is best wel anders in de anime manga. Like, in de anime gaat hij altijd nog steeds een Gear Second volledig. Maar in de manga alleen maar gedeeltelijk Gear Second. Like, hij heeft wel echt geleerd om een gedeelte van zijn lichaam voor een paar seconden in Gear Second te doen. Zodat hij het gemakkelijk kan gebruiken wanneer hij wil. Het is heel graag, maar in de anime heb je gewoon hij moet altijd vol aan Gear Second worden. Dat is een beetje vreemd. Ja. Yeah. Shit, gewoon volledig controle over hoe snel het gaat over het lichaam. Dat is fucking gestoken. No, what? Nee, fuck, hij heeft gewoon volledig controle over zijn bloeddruk. Zo'n beetje. Dus in originele anime was het niet echt een gevecht tussen de Straw Hat Pirates en de marine op deze eiland. En dat is meer wat fakes hier en daar die wat shit aan het doen zijn. Mijn favoriete gedeelte aan de fake Straw Hat Pirates is dat ze hebben allemaal dezelfde stemacteurs, maar ze hebben het verwisseld. Oh, hier van Sanji, die 2 jaar lang in Transgender eiland was. Waarom ik deelde aan Sanji dood, is dat hij zijn bloed... Hij verliest steeds het bloed van zijn neus, dat ging bijna dood meerdere keren. Maar met de behandeling werd hij versteend, dus dat was veilig. Zoals het hoort. Zo, de regel is met, omdat, zoals Jess zegt, hij is uiteindelijk weinig een eiland met Jedi's, Okama Island. En daar is hij zo'n beetje, is hij mentaal ook gemarteld. En dus wanneer hij nu een echte vrouw ziet, is het gewoon een marteling voor hem. Ja, hij explodeert het bloed volgens zijn neus. Ik vind het gewoon geweldig dan, Luffy, degene die geen fuck geeft, gaat naar de vrouw en soort op zijn zin. Ben jij eigenlijk wel aan het trainen? Ja, ik was hier 2 jaar zitten in hel. En hel, dus het gaat naar een fucking paradijs met allemaal vrouwen. Ik heb het niet geloofd. Was Luffy maar niet asexual? Want ik zei dat is de enige reden waarom Bohan kan wachten. Ja, dat is waar, hij is gewoon asexual. Zo. De Luffy's enige fucking waifu is een avontuur en gevaar. Exactly. Weet je wel, dat was iemand vroeger, hè? Iemand vroeg aan Oda of er ooit een romans komt van Luffy's en hij reageerde. Oh, ze zijn verliefd. Op avontuur!
Tenminste, Luffy, ik weet niet of hij ook kan verslinden. En dan hebben we Nami zo gezet verliefd op geld en Chopper is verliefd op... Nami is verliefd op geld, Robin houdt van... houdt van lijken. Usopp houdt van safety. Oh, weet je wat? Nee, wacht. Toen Usopp ook in de bad ging, waar Nami werd vastgehouden door een onzichtbare man, zei je ook arigato, kozai je was. Usopp is niet asexual, hij is nog steeds like, een normale man. Hij vindt het natuurlijk mooi, maar... Hij is geen. Hij gaat niet uit zijn weg om een pervert te zijn, maar hij vindt het ook niet erg. Precies. Ik zou wel zeggen dat Usopp zo'n beetje al een girlfriend heeft. Right, hij heeft. Niet officieel, maar hij heeft het van het goede girlfriend zijn natuurlijk. Ja, wie weet misschien als ze terugkomen. Nou, ik moet natuurlijk niet de obvious zeggen om een full exit in te krijgen, moet je niemand laten gaan. Je moet iemand laten redden. Dat is like, een obvious shit, kill maar. Dat is ook een goeie, kill everybody. Want als iedereen vermoord, dan kunnen ze jou ook niet vermoorden. Yeah. Fuck you, Stars, episode 8. You can't protect people by killing them. By killing the things you hate. Makes sense. Het is like, letterlijk wat de hele tijd je vijand aan het doen is, is jou vermoorden. Als jij het lijkt aardig op te doen tegen hem, gaat ze niet verpijnigen. Ah ja, hier is het ook een ding. In de timeskip, nu kan Luffy elke pacifiste one-shotten. Niet alleen Luffy, though. Sanji en Zoro konden het ook doen. Ja, ze zijn heel erg sterk voor de... Maar wat dacht ik van Usopp? Like, deze man is veranderd. Oh ja, Usopp kwam vast in een soort like, eiland waar er heel veel lekker eten is, maar ook hele gevaarlijke en dodelijke planten. Usopp heeft wel heeft op een gegeven moment al zijn vet kwijtgeraakt en dan al zijn, zoals je zou weten, je kan vet omzetten in spieren, dus Usopp is ook flink gespierd geworden. En nu heeft hij ook nog eens hele fucking gestoorde, like, alleen gestoorde like, wapens gekregen. Ja. Hij gebruikt ook like, impact dials om ervoor te zorgen dat het werkt. Buiten dat, zou je denken dat Usopp ook fysiek best wel sterk is? En ik zou zeggen dat hij fysiek sterker is dan een average marine soldier. Ja, nee, weet je wat, ik zou het zo zien. Usopp zou misschien vroeger moeite hebben met een zware steen op te tillen, nu zou hij wat makkelijker vinden. Zoiets, weet je wel. Hij zou gewoon, like, hij zou makkelijk heel veel kisten kunnen tillen en like, rondpunten meenemen, weet je wel. Ik zou gewoon denken dat als hij in het echte leven was, zouden iedereen kunnen verslaan in armborst. Elk normale persoon, ja. Vergeleken met hoe hij vroeger was. Ja. En wat is dat weer? Ja, dat zet zo'n beetje. En Chopper. Dat is wel een nieuw Chopper bij ons mee aan het lopen. Wat is met Chopper? Chopper, hij heeft geleerd om 6 transformaties te gebruiken zonder de Rumble Ball. Nice. Moet je je voorstellen dat hij de meest competent zo'n vrij gebruiker is. Like, zelfs Kaido, de King of the Beast, heeft geen idee dat je meerdere transformaties kan gebruiken met zo'n fruits. Maar Chopper heeft nu Kung Fu Point gekregen en heeft volgens mij ook... Hij heeft volgens mij Horn Point weggedaan. Volgens mij had hij ook Horn Point, juist. Of was dat zelfs een handy voor? Ja, dat is een handy voor met die woordpoint. Ja. Ik zei niet weet, ik denk dat het gewoon belangrijkste voor op dit punt is gewoon zijn comfort points. Want dat is wat hij meestal... Oh nee, hij heeft hornpoint, het is nu een stack beetle geworden. Right. Wat had hij niet meer dan? Hij heeft guard point, comfort point. Strength points. Hij heeft geen arm point meer. Right, hij heeft alleen maar zijn ding. Strength point, strength point, maar niet zijn arm point. Ja, heavy point. Heavy point, right. Wat ik raar vind, like, waarom doe je heavy point niet weg, maar wel arm point? Arm point was een van je sterkste points. Want hij ging voor comfort point, wat meer gebalanceerde versie en leuke punt. Moet je voorstellen als je arm point hebt met Haki erbij. En zo, hij gaat het krijgen. Misschien wordt het... Zijn hoeven en arm point heeft zelfs like, de gigant Ors like, een grote afdruk achtergelaten. Ja. Yeah. Like met armen dat hakkie is, like holy shit. Nou, en Chopper kan hij ook nog de monstervorm gebruiken als een... Zonder echt veel repercussie. Hij kan hebben één rubber bal gebruikt en gaat in de controlled monster point. Alleen na 3 minuten, dan kan hij niet bewegen voor een tijdje. Ja, hij verliest geen controle, dus dat is niet mooi. Weet je, kunnen we even praten over hoe blij Nami was om eens op te zien? Kom maar, gameplay, maar het is fucking 2 jaar geweest sinds hij iemand van haar vrienden heeft gezien. Zo. En ze was eerst omsingeld door een bunch of fake straw hats. En dan heb je ook nog... En toen zijn er
En ik had bijna dat ze allemaal sterk zijn geworden. Like, ze richtte een pistool naar me toe, namelijk ze zo, whatever. En dan is ook nog eens de feit dat wanneer Usopp zit, zie je hem zo, van plaats van vroeger. Ja. Kan je niet fucking, dan moet er wel wat, dan moet je wel fucking blij zijn. Zij gaf hem een fucking titje op zonder te I know. Ah, I see you also developed quite a bit. Oh nee, dat wel. De naam is... Art. Yes. En wat is met Nami gebeurd, though? Zephyr? Nami is naar de weereiland toe gegaan en heeft meer weather science gevonden. Ze kan letterlijk climate change eindigen. Ze kan letterlijk climate change eindigen. Ja? Nou ja, ze heeft haar staf dus geüpgraded nog een keer en nou kan ze veel meer weer dingen doen. Zijn ze letterlijk de meest control-like karakters uit dat hele serie? Like, zij is de persoon die daar elke fucking plek kan controleren, gewoon, denk je. Weet je, als de enige is dat ik kan zeggen, though. One Piece, de volgende timeskip heeft zo'n beetje de, like, een van de tropes ontweken. Like, de jumbo characters are used to only call the main characters name every single fucking second. Zeg, nieuw? Het is geen trope waar, like, je hebt de vrouwelijke stofje en shonen anime. En ze zijn compleet fucking nutteloos, maar ze zijn altijd daar, like, de naam te roepen van de hoofdkrachting. Mm-hmm. Like, One Piece last van dat, maar het is niet zo erg als, like, Bleach of zoiets. Kurosaki-kun! Tot Nami hebben we altijd onze momenten gehad, toch? Zelfde fout voor dingen. Rob, like, iedereen heeft zijn momenten gehad, dus. Iedereen heeft zijn momenten gehad, like, Nami altijd gevechten gehad en is nog steeds useful met like, dingen stelen en navigatie. Dat is, like, Robin leert ook dingen en is goed met spionage, like, en zo. Ze zijn niet bedoeld voor elk gevecht, weet je. Dat is wel die dingen. Like, ver... Maar ze zijn competent op andere manieren. Like, Orihime is gewoon een healing bitch. Ja. Ja, ze doet alleen maar dat. Het is niet eens alsof ze, like... Maar het ding met ook nog is dat ze wordt steeds gekidnapt en zo, oké, Orihime. Ze wordt steeds gekidnapt en ze roept steeds de naam van de hoofdkarakter. En zeg, Nami weet dat Luffy gaat winnen, dus gaat hij elke fucking 10 minuten janken daarover. Ja. Tenminste, dat is wat ik heb gemerkt. Hetzelfde geldt voor andere karakters ook. Maar je zou zeggen, want Usopp is ook zo'n beetje useless, dat is hetzelfde shit. Voor een tijdje. Voor een tijdje, maar geen enkele karakter is ook echt useless. Ze hebben allemaal, ze zijn niet allemaal de sterkste vechters, maar ze hebben allemaal wel iets handigs aan, weet je wel, wat nodig is. Maar ja, omdat, like, andere series ook weer focussen op vechten, en gebruik ze hebben ze karakters dat die echt gaan vechten, voelen ze ook meer waardeloos, want ja, wat anders gaan ze doen. Dan zou het, ja, ik zou dan zeggen, zet ze niet daar. Anders... En like, een healing bitch is niet altijd het beste ding. Ik zou het meestal zien als dat ze alleen maar goed is voor healing en alles wat ze doet is gewoon, zet dat dan niet daar. Het verpest het, zeg maar. Like, je hebt een supporter en dan heb je gewoon een healing bitch die niks anders doet dan buiten healing. Like, je kan bijvoorbeeld ook een healing bitch hebben die karakters buffs geeft of schilden of zoiets, weet je wel. Want dat kan ze, maar ze is letterlijk voor niks anders nodig. Is dat... Ja. Ze heeft geen andere skill, dan dat de hele anime niet eens gebaseerd is op, zeg maar, lijsten zoals van One Piece. Ja. Heeft ze niks anders voor haar gaan. En ze kan dus niet pensioen nemen van al dat demon hunting en zo. Sorry, holo hunting. Don't look at me started on Naruto. Zijn het er veel van, of is het vooral, like, het zakken? Het is, wel, welke side prompt is het? In Naruto is het, like, de eerste ding. Waarom waren alle sidecarts wel wat belangrijk, maar in Naruto's gebeurde waren bijna geen focus op sidecarts buiten de thriller. Het probleem is dus daarom dat Sakura nog waardelozer vond. Want niet alleen vond ze waardeloos, maar ze steekt de domste dingen. Ik heb zoiets van, wat? Maar het ding met Sakura, though, is, like, ze is al getraind, ze is eigenlijk sterker geworden en ze kan... Ze had één competent gevecht en daarna is ze terug naar useless zijn en healing bitch zijn. It's like, ze krijgt bijna niks om mee te... Ze krijgt geen nieuwe power-ups ofzo, ze krijgt helemaal niks. Oké, ja. Oh, jammer. Oh, eerlijk, zij is vooral seizoen 1 van Naruto waar Sakura compleet waardeloos was. Like, holy shit. Ja, dus... Zelfs wanneer ze character development krijgt, blijft ze waardeloos. Shit, zo... Ze was eigenlijk... Alleen maar, ze werd alleen maar beter, maar dat beter was niet echt geweldig. Het was niet genoeg, weet je wel. En dat was like één heel goed gevecht waar ze in zat en daarna is het gewoon weer terug naar de healing bitch. Maar hij werd op zijn ding aan het Sakura is van, oh man, wanneer Naruto en Sakura, like, Naruto en
zoals ze elkaar aan het vechten zijn. En ze zijn allebei bijna dood aan het gaan. Wie moet ik eerst healen? Degene die je niet probeerde te verwoorden misschien? Nee, overduidelijk moet Sasuke healen. Ja, ik bedoel, Sasuke probeerde het te verwoorden alleen, maar dat is alles. Like, Naruto heeft haar letterlijk gered. Waardoor, waardoor hij zichzelf like, schade kreeg en zo. En dus heeft zij zoiets van, oh man, ik weet niet wie ik als eerste zou moeten healen als het dood zou gebeuren. Degene die je niet verwoordt. Oh! Dat is de genius suggestion dat ik hier hoor. Het is moeilijk om te doen. Laat maar zitten. Dat irriteert mij het meest. Je hebt zoiets van waarom... En alsof die kracht gewoon bestaat om gewoon dom daar te staan. Ik weet niet of ze ergens een Orihime doen. Orihime is alleen maar echt erg in Darankar. Oh, gelukkig. Nee. Ik ben daarmee bijna klaar als ik er ook nog verder mee ga kijken. Ja, ze doet niet veel in de. Ze doet niet veel in de volgende arc, maar misschien zat juist het beste gedeelte. Kijk, dat is het idee. Ik vraag niet om die side characters iets te laten doen. Als ze niet kunnen vechten of als ze niet gaan vechten, dan laat ze. Ze hoeven dat niet. Ja. Maar gaan ze dan niet daar ergens zetten en dan de hele tijd. Letterlijk de helft van de gevecht is daar. Zij noemt de naam van Ichigo nog vaker dan een vrouw in een hentai. I know. Ik ga volgens mij even op YouTube kijken of iemand daarvan viel. Iemand heeft een compilation van welke keer dat Sakura zou kunnen hebben gezegd. Bleach. Hij is toch... Ik ben zelf verbaasd, hij is toch vaker gesteld Miyane. Dat is mijn cute. Ik heb jammer genoeg geen video gezien met iemand die compilatie wil. Een van de problemen dat mensen hebben met Bleach is dat sommige arcs vaak hetzelfde voelen. Like bijvoorbeeld van, Rankark is gewoon nog een keer een vrouwelijke karakter redden van de hoofdvijanden. Ja, dat is tot fucking jammer. Ik moet zeggen dat de volbrengerark wel het beste anders is dan dat. Is ook niet zo lang. Oh shit, dat was het niet. Fucking hell. De eerste arc waar we in het begin was gewoon like... Weet je wel, dus het was rustig en fijn. En dan gaan we naar Social Side van Marukia moeten doen. Gelijk daarna moeten we dus daarna een beetje build-up voor de Arankar voordat we Marihima moeten hebben. Wat de fuck? Ja, dat is de grootste probleem wat mensen hebben, is dat soms niet zo'n beetje hetzelfde voelt met elke arc. Nee. Dat vind ik jammer, want Lies heeft zoveel goede dingen eraan. Oh. Ook wel leuke gevechten, zoveel cool dingen. Ik zie je het aanbreken, wat gebeurt er dit? By the way, Jess, is like, wat was Robin's training? Wat deed Robin? Dat is een goede vraag! Like, wat? Robin ging eigenlijk naar een soort plek toe waar een brug werd gebouwd voor de Celestial Dragons, waar ze buiten slaven en zo voor. Op een gegeven moment kwamen de revolutionaires eraan om iedereen te bevrijden. En volgens mij deed Robin ook wat. Ik weet niet Robin echt. Robin was like, toevallig daar toen het gebeurde en was toen blijkbaar op een hand ofzo. Ze werd meegenomen door revolutionaries en ze wisten dat Robin bij Luffy's crew hoorde en Luffy is natuurlijk... Iedereen weet nu dat Luffy de zoon is van Dragon, dus ze dacht van, hey, wil je mee? Ja, sure. Ja, Robin heeft eigenlijk dus Luffy's vader ontmoet. Zij is de enige stroot die Luffy's vader heeft ontmoet. Ja. Maar voor de rest weten we niet wat de fuck ze heeft gedaan op stek. Hold on the fucking minute, heeft zij niet Sabo ontmoet? Ja. Ik is Sabo was op een andere eiland die dag. Je kan... Oh nee, wacht. Ze had Kamala ontmoet, dat is wel zo. Maar misschien heeft ze wel, twee jaar. Misschien heeft hij wel, like, Sabo ontmoet, maar de ding is... Robin was misschien niet daar toen de hele gebeurde, weet je wel, met de hele nieuws en zo. Sabo was op vakantie die dag. Juist. En ze hebben misschien wel later ontmoet, maar niet gelijk nu. Ze had wel Kamala ontmoet ook. Ja. Daarna, twee dingen wij, ze weten niet wat de fuck zij heeft gedaan om sterk te worden. Ik ben verbaasd om eigenlijk te zijn dat Centenbouw de baas is en niet lijkt een pacifist. Lijkt een super pacifist of zoiets. Beter zo.
Daarna, wat was er nog meer? Zorro heeft getraind bij Mihawk, die hebben we ook wel vooral gepraat. Nee, Sanji bij Ivankov. Ja, de training van Sanji was grappig genoeg was wegrennen gewoon. Niks anders. Ja, het ging ook meer over koken eigenlijk. Want hij moest allemaal recepten halen die te vinden was op Okama Island. Daar is hij niet alleen zijn koken verbeterd, maar de trendschermen zijn fucking krachtig als fuck. Ja, fuck. Daar is hij flink sterk geworden. En op een gegeven moment rende Sanji zo hard weg dat hij gewoon in de lucht aan het springen was. Gewoon vliegen. Ja, dat is een coole ribbon. En op de Skywalk, maar het is eigenlijk gewoon boom, Boomstep van de CP9. Six Powers, yeah. En van CP9. Even kijken, Zoro's training was vooral gewoon vecht tegen apen die ook net die sterker werden als ze. Nee, hij heeft de apen verslagen. Hij werd gewoon getraind door Bio. Ik zie. Dan hebben we Brook nog over. Of nee, eigenlijk, Frank is ook nog bij. Wat heeft Brook gedaan? Dat was volgens mij ik heb al gezegd dat Brook werd gesammeld als Satan. En toen ging hij op een tour. Werd hij gekidnapt door de Long Arm Tribe en dan ging hij op een world tour, want hij kon heel goed fucking zingen. En tot slot hebben we Frankie, die eindigde op een of ander eiland waar hij een laboratorium vond van Vegapunk. Nee? Ja, Vegapunk. Ja. Dus waar hij dan uiteindelijk Frankie heeft Vegapunk's technologie gebruikt en Brook heeft meer van zijn duivelfruit geleerd, want hij heeft van zijn duivelfruit wat meer doen dan wat hij had gedacht. Wat is altijd een coole idee? Ik kan altijd nog meer dingen erbij doen. Van je duivelsfruit en zo. Ja, is dat moet ik zeggen. De limit van de duivelsfruit is de creativiteit van de karakter. Was dat Oda ook zei, of is dat zo'n beetje wat iedereen heeft gedaan? Ja, dat zijn sommige karakters in de serie. Crocodile zei bijvoorbeeld. Hij zei van de duivelsfruit betekent niks, tenzij je weet hoe je het goed moet gebruiken als een wapen. En mijn god, die fucking giraf, kan je wist hoe die het moest gebruiken. Hij was toch aan het leren te bevechten. True, maar kijk hoeveel fucking dingen hij heeft uitgekomen. Het was fucking geweldig. Mijn favoriet gedeelte is was de machine. En dan gaat hij gelijk terug naar zijn normale vorm. Dat is het enige wat je kon bedenken. En Kessel was zo'n beetje een soort voorbeeld van wat Crocodile zei in het hele gevecht. En toen was Chopper de resultaten van. Samen met Fucking hell, we zitten nog steeds op deze part. Ja? Spijt voorbij, Ennis. Sorry. 5 minuten, dan gaan we naar Racist Eiland. Iedereen heeft zo'n beetje alles gehad. Kan je niet wachten tot we tegen de Souls of Justice Warriors verder te nemen? Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen, fucking hell. Wat, wil je niet vechten tegen de superbaas van Vechten Island? Oh, okay. De Mega Souls of Justice Warrior? Sign me up. Set the Fishman Lives Matter. Oh, wat wil ik zijn het dat? Fuck the fucking Sinister Dragon en al die fucking mensen die onder me. Ja. Ik was toch. Oh, en ze hebben gewonnen. Met nice. Gemak. Op Rachtel, I'm telling you. Is Fluffy van plan om de Spirit Bomb af te maken hier ofzo? Wie? Dat vond het vast als dat Goku zijn en hij de Super Spirit Bomb gebruikt op Kid Buu. Ik ben maar een PNG Luffy, ik ben niet echt. PNG Rayleigh is dat wiel, he cannot hurt you. PNG Rayleigh. Oké, dat is weer zo'n Pipe Warriors 1. Ik hou wel van dit stukje, though, waarin hij terugdenkt aan zijn verleden. Oh.
Deze laatste paar fucking arcs met One Piece. Of tenminste, merk die steeds meer van die flashback met Luffy en denk toch. Met Roger toch? Als ze voor ons wilt vertellen dat gewoon Luffy die reïncarnatie is van Roger. Wat grappig is, aangezien het is Ace de Zoon is. I know. Maar reïncarnatie is ook best wel vaak zo'n anime, of niet? Ja. Je bouwt van zijn vader, zo, like, de volgende, die net als de vorige persoon was, zoiets. En opnieuw, ik zou denken gewoon dat, dan opnieuw weet ik niet hoe Roger's personaliteit was. Gedeeltelijk zoals Ace zou ik zeggen, met hoe, Het is gewoon Luffy heeft meer gewoon de wilskracht die dingen aan het dragen is. De wilskracht en andere vaardigheden, zoals hij kan verstaan wat Seeking zegt op een gegeven moment. Ja. Nice ass crack. Oh nee, de buitenwoorders, like, de buitenwoorders developers weten wat ze doen. Oh, ze weten 100% wat ze doen, ik ben er blij mee. En ik ga wel zeggen, ja, naam heeft Jiggle Physics, wanneer zijn special attacks doen. Ik ben er volgens mij van overtuigd dat Oda dat voor deze reden ook nog deed. Oh, ik ga alvast zeggen, like, iedereen die aan Bobby Specs is perfect. Like, ze hebben het zelf ook toegegeven, like, iedereen is perfect. Maar ik wil liever niemand anders dat eraan gaat werken dan perfect. Tenminste, het maakt eens goede kwaliteit. Onthoud! Oh, dan vind ik het oké als je de hand ervan maakt zolang je de punk hebt gelezen. Exactly. Man of culture. Oogst, het maakt jezelf wel hand, hè? Zou je denken? Ik denk dat hij dat heel stiekem moet doen dan. Voor zijn familie. Hij heeft ook. Hij gaat in een alias met hij heeft een zonnebril op en een masker. Hij heeft gewoon een secret basement in zijn huis zitten. Dat het valt onder de bed zit. Hij gaat elke keer in de dag zo, één keer in de week zo ergens varen en dan gaat hij daarin te maken. Hij zit in een geheime eiland waar toevallig ook Sictiri in zit. Ja. Nou, hij gaat er Raptor toe. Tuurlijk. Wie anders zou weten waar de aftel zit dan Oda? De Wappies was zo'n hentai mongol die tijd. Nee, weet je wat de meest beta ding zou zijn? No. Als de Wappies gewoon, de zitte Wappies bank is. Gewoon elke volume. Het is gewoon allemaal. Het is een Wappies collectie. Bij de bank exactly. En Blu-ray. Lees in de Straw Hat Pirates zijn eigen verhaal. Wat? Ik zeg het wel als een grap, maar misschien is dat echt zo. Misschien is het gewoon één grote boek dat jouw verhaal vertelt. Je eigen verhaal. Zo'n beetje Rogers verhaal. Zou je dan zeggen? Ja, en ook je eigen verhaal erbij doet en zo. Elke keer weer een nieuwe generatie. Dat is de hele nieuwe Pirate Era.